één stukje nog naar voren. Hop. Route.xl. XL. Nee, die heb ik allemaal hier. Ik doe dit nooit, dus ik krijg een reactie. Ik zou tot hier toe weer komen. Dan ga ik op mij. Ja, precies. Hoeveel locaties doe jij nou allemaal op de dag als vandaag? Vandaag is het 4. Yes? Ja, also, ja, ik weet niet. Ja, volgens mij geeft hij ook heel snel aan dat hij. Ik heb bezeten dat je hebt Simon van Bemonstraat eruit gepikt en die heeft. Gaan we dat maar eens even doen, hè? Dag Marco Broekhoven. Goeiedag. Goeiedag. En we hebben elkaar al eens eerder ontmoet, maar het is toch vooral van Facebook dat wij regelmatig contact hebben. Jij bent van de Jumbo. Ja. En wat ben jij van de Jumbo? Wat ben je bij de Jumbo? Ik ben afdelingschef kruidenierswaren bij de Jumbo in Middelburg, service de Churchill aan. En daar valt ook het hele home delivery verhaal bij. Ja, en daar kom ik natuurlijk voor. Want, De laatste week is Jumbo heel veel in het nieuws. Ik zat vanochtend een heel groot artikel te lezen over de grote baas, een van de grote bazen van Jumbo. Ja. En over de groei van het bedrijf. Ik kreeg ook van mensen allemaal tips dat het in de AD was overgeschreven. En dat ging dan over hubs, vanuit waar jullie gaan leveren in de regio. En, klopt. En dat vind ik dan super interessant, want in december 2017 viel me al op en heel veel mensen om me heen dat er de laatste tijd toch wel heel veel bezorgvrachtwagens van Jumbo door de stad rijden. Maar nu staan we op Arnhemstein notabene in plaats van in Klarenbeek. Hoe zit dat nou precies allemaal? Ja, nou, de groei in het thuisbezorgen is zo groot dat we het vanuit de winkel gewoon niet meer konden bolwerken uit ruimtegebrek. En ja goed, we willen wel groeien. Dus vandaar dat we vanuit onze winkel in Middelburg eigenlijk hebben aangekaart van joh, kunnen we een externe ruimte gaan huren? Nou, dat is inmiddels gelukt. Omdat we gewoon ruimtegebrek hebben, is Jumbo zelf ook bezig om het thuisbezorgen op een andere manier handen en voeten te geven. En dat is meer door zogenaamde hubs. Een hub wil zeggen dat je echt voor een groter gebied gaat bezorgen. Ja, en een hub is eigenlijk een soort schakel in het grotere geheel, ja. Een soort tussenstation. Juist. Dus jullie gaan hier niks opslaan eigenlijk? Nee, er wordt hier niks opgeslagen. Het is puur transport vanuit de bestellingen worden verzameld vanuit Den Bosch, centraal DC, komen naar hier toe. Wij verzamelen het voor de klant en rijden het bij de klant, zeg maar. Ja, precies. Dus het is eigenlijk gewoon een doorgeefstation. En, doorgeef, ja. En ik ben wel benieuwd, hè, want het was al even verteld toen in december 2017 al dat het behoorlijk goed liep. Ja. Maar hoe is dat nu? Want ik zag je net in de weer met bestellingen van vandaag. Hoeveel adressen ga je nu in Middelburg aandoen vandaag nog? Nou, we hebben vanmiddag 30 bestellingen en vanavond 46 bestellingen. We dus in totaal bijna 100 in totaal. We rijden 6 dagen per week en we kunnen tot max 122 bestellingen per dag aan. Met 4 bussen inmiddels. 4 bussen, dat gaat wel hard. Maar dan is ook altijd de vraag, want vorige keer was een beetje discussie en er reageerden ook andere supermarkten. Want jullie zijn eigenlijk in Zeeland een van de weinigen die het doen volgens mij. Ja. Er is nog een Vrouwenpolder, een kleine, geen keten, maar een kleine supermarkt. Ja, klopt. Maar toen was een beetje de discussie van, is dat nou ook rendabel voor grote supermarktketens? Of kost het nog eigenlijk meer dan dat het oplevert? Echt rendabel. Het kost op dit moment meer dan dat oplevert, maar het is wel een enorme groeimarkt. En vandaar dat er ook is gekozen nu voor wat meer per regio gaan bezorgen in een hub. Dus vanuit deze locatie gaan straks meerdere winkels rijden. En vergroot je het gebied ook. Nu rijden we ongeveer 12 minuten om de winkel. En dat geldt ook in Goes en in Vlissingen. En strak, en zeker met dat er meer winkels bijkomen, meer Jumbo's bijkomen, ga je dat gebied vergroten en kun je dus nog meer mensen
blij maken met thuisbezorgen. Ja, is het ook belangrijk voor Middelburg? Heeft het nog een soort impact op de stad? Want het grote zware verkeer komt niet meer in de binnenstad. Ja, dat sowieso. Als je kijkt al alleen bij ons in de winkel of in de Winston Churchill aan een stuk een woonwijk. En ja, we gaan nu toch 2 tot 3 vrachtwagens minder per dag die aan de winkel komen. Dat is al fijn. Ja, voor een bedrijf is het zelf makkelijker om hier te laden en te lossen. En ja, we hebben hier nu toch 30 man in dienst al deels vast. Dus het is ook werkgelegenheid. Dus het is ook werkgelegenheid. Ja. En dat gaat in de toekomst ook echt alleen maar groeien. Zijn het een soort tablets? Ja, dit zijn er maar tablets om af te kunnen rekenen. Oké. Okay. En hiermee halen we alle klanten eraf, alle flessen, bierflessen en dan het eindbedrag voor daaruit komt, dat betaalt ze zeg maar. Dus mensen pinnen eigenlijk bij levering? Ja. Ja. En hiermee kunnen ze ook... Kan je ook vooraf betalen? Nee, dat kan niet. Dus echt aan de deur afrekenen? Nee, echt aan de deur afrekenen, want als ze nog flessen of bierflessen hebben, dan betaalt ze eigenlijk al te veel wanneer ze dat niet inleveren. Ik snap het. Dus. Ja, lul niet man. Hier komen wij. Ik zal deze even halen, want... Sowieso mooi. Stel jezelf ook wel eens bij de Jumbo. Sorry? Stel jezelf ook wel eens bij de Jumbo. Ja? Elke week. Oh ja? Ja, ik haal het af hoor. Ik doe het niet bezorgen. Maar... Oh, maar dat kan ook inderdaad nog. Hè? Je kan bij de winkel zelf ook. Veel voor. Ja. Dus heel niet even buiten. Ik ben er blij met je. Tenminste niet te showen. Ja toch? Ja, helemaal goed.